En het is een woensdagochtend, 9:10. We gaan de daily challenges doen. Ah, maar niet heel veel mensen hebben het gedaan. Ja, dat is een eentje die normaal gezegd 25.000 haalt. Dan zal er wel weer een kink in de kabel zitten ergens. Oh god. Dit is zo'n everywhere locatie. Het is wel Amerika, dat wel. Maar waar? Dat Jesus. Ja, ik maak die kant niet eens op. Ik wilde die kant op. Misschien dat er dat ik dan naar het centrum in Amerika. Naar het centrum geleid werd en dat er daar wat meer aanwijzingen stonden. Ik accepteer dit ook al. Even kijken, misschien dat dit. Nope. Nou, dat het een bepaalde county is. En dit helpt me ook niet. Iowa. Ik weet niet, ik krijg er een Iowa vibe van. Maar wat ik zeg, misschien dat dat in het centrum van het stadje wat meer informatie staat. Hé, de kerk. Nup. Even kijken nog. Towing. En allemaal wel namen van plaatsen en zo, maar nou niet dat ik zeg van ah ja, daar ligt het. Dit zijn overigens ook echt wel van die plaatjes waarbij iedereen elkaar kent, heb ik het idee. Dat zo'n Google-auto dan ook gewoon gelijk opvalt. Als hij dan de eerste dingen binnenrijdt. Het eerste puntje. Dan is gelijk iedereen. Oh, hey Betsy, heb je het gehoord? De Google-auto is er vandaag. Het was Minnesota. Ah, ik heb op het vlaggetje geklikt. Nee. Het was dus Minnesota. Zo terug. En terug. Ja, Minnesota. Dus volgende. Voordat ik weer op vlaggetjes en dingetjes ga klikken. Dit is dan alweer, ja, dat is alweer Amerika, jongens. En als ik dit zo zie, is het gewoon weer in dezelfde regio. Ja, want dit is Jezus. Yep, Amerika, niet Canada. Want toen dacht ik heel even vanwege die wegen. We hebben ergens ver in het begin van de hele serie hebben iets gehad. Dat we in een bepaalde staat van Canada hadden dat het allemaal van die keiwegetjes waren. Dus even kijken. Adrian Smith Congress. Ik kan gewoon net niet lezen welke staat dat zou moeten zijn.
Jezus, wat zou er. Een kerk. Een poeger. En een hondje. Is het ook een poesje? Nee, dat is ook nog een hondje. Kijk dan die fucking kat. Het is een kat die een uitdaging heeft. Haha. Nep, ik dacht dat ik het alsnog kon zien. Ja, jongens. Wat ik zeg, dit is weer gewoon zo'n stadje dat kan echt overal hier zitten. Maar weer Iowa, denk ik. Ja, echt serieus. Dit kan Iowa, Nebraska, Missouri. Ja, Minnesota. South Dakota zou dat zelfs ook nog kunnen zijn. Met tabelt maaien zou het echt heel goed inderdaad Iowa kunnen zijn. Ik ga toch even terug kijken of ik. Ik ben heel. Of ik wat meer. Oh, dat was niet de bedoeling. Meer informatie vindt. Ah, niks. Helemaal niks. Het was Nebraska. Dat zei ik. Dat is echt zo'n typisch Amerikaans stadje. Dat moet je echt vinden. Ik heb het volgens mij wel eens ergens gehad. Dat er op de zijkant van een gebouw stond van plaatsnaam en eronder de staat. Dat moet je echt vinden. Anders ben je gewoon echt compleet kansloos. Volgende. Jezus, alweer. Het is vandaag een vrij lokale Daily Challenge, is het niet? Jezus, jongens. Nou. Houdt er niet van op. Woep. Kijken. Of ik hier wat meer. Op zo'n snelweg tref je meestal wel wat meer duidelijkere informatie aan, zeg maar. Ook dit kan weer echt overal zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, jongens, what the fuck is dit? Wacht even. Oh, waar ben ik naartoe? Dit is Canada. Jezus, en waar zou dit in Canada kunnen zijn dan? Hij gaat echt niet. Ja, dit is Canada. Waar zou dit kunnen zijn, ja? Laat ik in ieder geval alvast in Canada zetten. Zou je denken dat het hier in dit vierkantje zou kunnen zijn? Veel Engels gezien. Snijd voorlopig iets meer naar. Nee, het moet andersom. Hier naartoe. Ja, trouwens, dat maakt weinig uit. Staat in het midden van.
Kom, geef me iets in die 12 seconden. Het is Canada, bevestigd. Niks. Ja, het was Saskatchewan. Maar het had echt net zo goed. Het is echt. Oké, next. Oh mijn god, serieus. Wat is dit vandaag? Is dit vandaag de random Amerikaanse locaties daily challenge of zo? Dit kan ook echt weer. Dit is overigens duidelijk Amerika. Dit kan ook echt weer overal zijn, weet je? En met de kwaliteit die er is, twijfel ik of ik ook maar enig bord zal kunnen lezen. Stop, ja. Nou, dit is betere kwaliteit. Als ik op deze weg verder ga, hou ik die kwaliteit. Dat is wel positief. Misschien dat ik aan deze kant gewoon, daar is niks. Daar hebben we een bedrijf. Kijken of dat misschien. Ja, dit is. Nou, weet je. De vorige keer was het niet heel erg dat ik daar gokte. Dus we zetten hem gewoon weer een arrow weg. Ik bedoel, dit kan echt. Iowa, Nebraska, South Dakota, Minnesota. Het zou zelfs Oklahoma kunnen zijn, maar ik denk niet dat ze in Oklahoma zoveel maïs verbouwen. Nou, we hebben gezien dat ze in Nebraska wel maïs verbouwen. Dus wat dat betreft is het ook geen zekerheidje dat ik hem hier wegzet. Nope, dat is een bed and breakfast. Er zijn daarachter zijn nog wel meer bedrijven. Misschien dat die ook nog wel. Wie weet hebben ze een bordje bij het staan van. Welkom bij Benny's Maïs Emporium. We verkopen de beste maïs van Iowa of Nebraska of whatever. Er hangt ook nog een vlag. Is dit de vlag van Iowa? Het zou makkelijk, maar dat kan ook gewoon een plaatselijke vlag. Er staat hier wel iets dat heel kort is. Dat zou Iowa kunnen zijn, maar omdat hier een domme truck rijdt, wordt het weer. Even kijken. Ik denk dat er inderdaad wel Iowa stond, maar. Want het is Iowa, maar het had ook makkelijk gewoon een plaatselijke vlag van een dorpje kunnen zijn. Nou, waar in Amerika zitten we nu? Dit is niet Amerika, tenzij dit in één keer Florida is gevestigd, maar twijfel ik. Ja, yeah. Yay. Ah, kijk. Dat bedoelde ik dus de vorige keer. Toen ik. Dat je in de Filipijnen gewoon heel snel. Zoveel van die fucking posters hebt. Het is echt net alsof het constant in de Filipijnen. Verkiezingsseizoen is. Even kijken. Oh nee, ik dacht dat. Dat hier eventueel nog wel een locatie op zou staan, maar helaas. Helaas. Ik wou zeggen, het is in ieder geval niet aan de strand, maar ja, dat heeft de vorige locatie wel bewezen dat het niet heel veel uitmaakt. Het is wel een heel apart dorpje, moet ik zeggen.
Niet, het is gewoon echt. Het lijkt alsof ze de wegen hebben aangelegd. Daarna de huizen en dan hebben ze de bomen maar laten groeien. Zo van, ja joh, wat maakt het mij uit dat ik een palmboom in mijn achtertuin heb. Oh, dat was een beetje te enthousiast. Niet dat ik denk dat ik heel veel informatie hier zal vinden, maar goed. Wie weet, je zult net zien dat ik wel informatie vind. Wat zag ik? Wat was dat? Dat is gewoon random een zeil over de weg gespannen. Even kijken. Ik weet niet wat zit. Oh. Ja, ik dacht heel even dat hij vast zat. Pandan. Zou ik dat? Oep. Pandan. Pandan. Hey. Zou ik zomaar heel dicht erop zitten bij... Oké. Okay. Nee, wacht. Dat zal dan Pandan en Katadunas. Zal dan de plaats zijn? Moet ik dan nog verder inzoomen? Hier zeker. Hier zal dan wel Katadunas of zo staan. Nee. Ja, dat is wel die school waar ik voor stond. Nee, dat is niet die school waar ik voor stond. Wat? Dit was toch niet die weg waar ik op zat? Nou, ik heb in ieder geval veel punten. Hoeveel punten had ik in totaal? 21.101. En dat brengt me voorlopig op de... hallo? Normaal reageer je echt overal gelijk op. En nou is het van... Nup. Voorlopig 10. Ja, ik zal nog wel wat verder wegzakken. Hoor. Ik denk dat bijvoorbeeld met name die... deze locatie... Die zal wel vrij makkelijk te vinden zijn. En was dat die eerste locatie dat we het dorpje ingingen? Ik denk als je daar goed rondkijkt dat je wel wat meer informatie kan vinden van waar je precies bent. Kijk naar die Iowa dingetjes. Je zit echt alle drie gewoon vlak bij elkaar. Echt gewoon alle drie ook gewoon echt in het midden van... En het is ook gewoon, dit zit bij elkaar en dan zit er, hier zit er nog eentje. Echt, dat, het is vandaag een beetje een, met uitzondering, als je deze weg denkt, is het een vrij plaatselijke geocastle challenge geweest. Mag wel iets meer verspreid zijn, mensen. Ik hoef niet constant Amerika te hebben. Het is leuk. Zeker als je gewoon plaatsen krijgt en niet zo'n... Random Minesveld, net zoals als je twee keer krijgt. Maar, gewoon, ja, nee, niet dit, zeg maar. Nee, geef me maar gewoon lekker random plaats of zo. Doe eens een keertje eentje hierop. Als hij een beetje laat. Is het Hawaii? Ik wel, ja, dus Hawaii. Doe nog eens een keer eentje op Hawaii, ja. Zal je zien dat er morgen eentje op Hawaii zit. Nou. Tot zullen we morgen wel zien.